Hallo mensen van Burnout, ik ben Rick van Serpent Gameplay, hier zijn Bardo en Yuri. En vandaag gaan we nog een keer een blokkenspel spelen. Ik ben van een tijdje geleden ongeslagen kampioen, ik heb de medaille met heel veel moeite op mijn hoofd heen gedaan. Dat is echt goud, hoor maar. Ja. Holy shit. En we gaan vandaag natuurlijk strijden om de medaille. Zal ik geslagen kampioen worden? Of blijf ik hem? Meer daarvan na de intro. En het is wel even handig om te vermelden, het is weer chillen zaterdag! Yay! Zo chill! Oh yeah! Zal ik gewoon beginnen? Ja, is goed. Ik heb er vertrouwen in. Handen boven tafel. Ja. Precies. Hey. Wow. Ja, jij hebt vaak gespeeld. Dat is zeg maar de lontbombardier. Hey. Van heel die toren meenemen. Ja, die halve toren is er weg. Ik vond het wel mooi, echt voor Yuri heb het heel makkelijk gemaakt. Ja, ja, het van los. Ja, het gaat om dat Rick verliest, hè? Ja, ongeslagen. Ongeslagen! I just hit you. Kijk dan! Waarom? Dit is nu al verkut! Waarom? Echt serieus? Mijn strategie berust op dat jullie iets verpesten, dus daarom heb ik die er maar uitgehaald. Ik hoop dat mijn beurt nu niet meer komt, zeg maar. Is dat jouw hele carrière? Ja. Dat andere mensen die gaan verpesten en dan kom ik, ja, middelmatig. Ik wil deze niet. Fuck die regel. Fuck die regel. Ik wil die medaille, bitch. Fuck die Jordi regel. Ja, Jordi filmt toch? Oh, dit is makkelijk. De ice snore die. Ja, maar er zit logica in, hè? Als je zeg maar bijvoorbeeld eentje weghaalt, komt er meer druk op die andere. Ja. Waardoor je dus altijd eentje losser is dan de andere. Ja, maar deze ga ik toch nog pakken, denk ik. Dat kan ik wel. Ga je ook pakken, hè? Oh, wat is dit? Dat gaat heel snel. Oh, wow. Oh, wow. Begint weer. Oh nee, dat wordt moeilijk, maar die moet erop. Ja, ik heb wel een idee. Oh, je pakt hem al voordat ik hem die mijne eraf heb. Dit is moeilijk hoor, die heeft druk op de tafel. Natuurkundig gezien is dat een uitdaging. Oh, je gaat die middelste eruit. Dat is altijd een goeie, ja. Dat is een veilige keuze. Ik heb hem aan de beurt. Kijk, er is nog niks in de gele gepakt, joh. Misschien is dat leuk voor jou. Nee, maar die is te hoog juist. Oh, echt waar. Dat zal ik zo even laten zien, dat kan gewoon. Het is wel de spanningsopbouw, dit. We gaan voor de gele. Geel schuil. Zonder Jordi gaat het wel een stuk beter, dat merk je wel. Ja, je ziet dat we het nu gewoon volhouden. Okay. Ik zat dus zelf te denken om die andere gele weer te pakken. Geil. Dat is typisch Rick hoor, die gele beer. Ja, ik wil daar gaat je. Oh, ik zie het wankel. Je prijs. Voel hem van je weg. Kijk hoe die stapel het schuif is. Nee. Nee. GG. GG, Bardo. Oké, okay, daar moet hij nog staan. Dit is echt even. Als je dit lukt, heel veel, hij gaat de middelste eruit tikken, dat redt hij wel. Kut. Valt er van alles om, maar. Oh, dat is zo spannend. Ik wil niet verliezen. Oh nee. Oh. Dat was echt de ene manier. Dan valt hij om als hij erop legt. Oké. Zo intens. Er zit hier echt één stukje gewoon. Haal die linker eraf, Yuri. Oh nee! Oh! Rick! Oh! Oh man! Ja! Poont, motherfucker! Burn! Oh, you motherfucker! Ja, hij staat zo. Wat is dit? Wat is dit? Ik moet wel zeggen, Rick, je bent niet goed in hem eruit te halen. Dat is. Oh, Jezus Christus! Dan op, maar dan kan ik beter op tafel zitten, zeg maar. Dat is echt goed. Alles voor de winst, hè? Zo. Oké. Dit is beter dan een normale thriller game. Ja, dit is beter dan Slender. Beter dan Slender. Ja. Oh man, wat een pot. Oké. Die zou denken van ding gewoon veel te. Dit is toch ook. Als dit zo doorgaat, dan bouwen we gewoon boven die camera daaruit. Dan hebben we niks aan die camera. Ah, dat is helemaal strategie. Dat lijkt me goed. De blokjes duwen. Ga eens weg. De duwer van Rotterdam. Ga gaan we nu alle. Ik zie hem niet. Ik zie, waar is hij? Duw van de toren om. Oh man. Ik durf niet naar te kijken. Ik probeer erin te steken. Dat wordt precies, hè. Ga weg. Ja. Ja. Respect the game, altijd. Dit is Jenga multiplayer. Hij gaat het wel redden, die mooi man. Oh. Niet zo mooi man. Oh, dit is niet zo mooi man. Zie die gele wel, deze hier? Wacht, laten we gewoon. Ben jij nu trouwens? Ja. Ik heb echt zo'n gevoel, laten we dit potje gewoon het potje van deze week doen. Laten we hier niet eentje nadoen, dit is de kan maar niet aan. Kan maar echt niet aan. Het enige wat er nu kan gebeuren is dat Rick verliest dan, oké? We hebben geen winnaar vandaag. Wat, wil je stoppen? Nee, na deze. Nee, ik dacht al. Je gaat er niet afwegen. Nee, stoppen. Maar hier gaan we niet meer overheen. Kijk eens. Deze gele kan er makkelijk uit, man.
Oké, het is minder makkelijk dan ik had gedacht. Het verbaast me zo. Ik heb een idee. Kijk, dit, lieve kijkers, is het ding van de microfoon. Dat gaan we niet doen. Ik dacht, ik kan hem eruit pikken. Dus echt snelheid gebruiken. Dus... Ja, dat knal ik in. Een ninja-slag. Oh, nee, het lukt wel. Fuck jou, man. Way too easy, way too easy. Dan gaat hij heel confident gaat hij hem zo erop leggen en dan pas. Die heeft het wel een stapeltje op. Zo. Dat is het. Ik weet het. Ik gebruik mijn tactiek ook gewoon. Oh man, is hij vet los. Fucking mooi, man. Zie, dit is echt fucking Dr. Bibber opeens. Ja, iedereen ook helemaal epileptisch. Wel een leuk idee voor binnenkort Dr. Bibber. Oh, Dr. Bibber kunnen we best kijken of we dat kunnen regelen. Moet jij trouwens de camera niet wat centreren? Nee. Nee. Nee, waarom zou ik? Nee, niet jij, jij hebt geen camera. Ik heb geen camera. Hier, geef hier die camera. Die zat eigenlijk op de tafel. Voor de Rick-vlog. Gaat er niet uit. Ik zweer iets, hij gaat er niet uit. Gaat hij er niet uit, nee? Trek je, Joey. Je kan... Moet er zo'n washandje over zijn gezicht? Washandje. Ja, wel. Washandje. Oh nee, die heeft toch mee. Nee, het gaat niet. Dus als je deze draait, dan kan je net zo goed instoppen. Nee, gewoon. Oh, het door is het geven van het rood blokje daar. Eén ding is wel, staat wel vast. Rick heeft nog steeds niet verloren. Ik heb de titel nog. De Jenga. Je hebt je titel en titel. Applaus voor de Jenga koning. Ongeslagen! Ja, okay. Ik ben ook ongeslagen, even voor de duidelijkheid. Oh man, jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze chille zaterdag. Laat een duimpje omhoog achter. Mochten jullie weer een leuk idee hebben voor een vet spel zoals Dr. Bibber, laat het weten in de reacties. Hier beneden. En abonneer vooral op Banjo Town elke zaterdag een nieuwe chille zaterdag. En dat wil jij niet missen. Make it rain on my bitches. God man. Ik moet echt zeggen, dit was een zinderende pot. Ja. God, laat het. Laat het je. Banjo!